Nog een goede week en dan is het Nijmeegs Museum Cam weer te bezoeken. Na een periode van renovatie opent het archeologisch depot op zondag 4 februari weer haar deuren voor rondleidingen. En in uurtijd kun je je vragen kwijt over collectiestukken, de verduurzaming en kleine details. We nemen vandaag alvast een voorproefje. Museum Cam is het archeologisch depot van het Valkhof Museum, waar momenteel vooral veel typisch Nijmeegs werk te vinden is. Nou, dit onderzoekscentrum is voor de hele archeologie van de provincie Gelderland. Maar wat er nu te zien is, is vooral Romeinse tijd. Dus materiaal uit de Romeinse tijd. En nu kun je in de hal al heel veel Romeinse aardewerk zien. En op de galerij hebben we een selectie van grafvelden. Dus graven uit Romeinse grafvelden van Nijmegen in de vitrines gelegd. Dus mensen die interesse hebben in de Romeinse geschiedenis, maar ook in het gebouw van Museum Cam, die zijn van harte welkom. De provincie heeft het gebouw ook laten verduurzamen, waardoor het pand weer helemaal van deze tijd is. De provincie die is eigenaar van dit gebouw en die heeft het inderdaad laten verbouwen, verduurzamen en ook toegankelijker maken. Om het straks als archeologisch onderzoekscentrum aan te kunnen bieden aan de mensen die er gebruik van willen maken. En dat gaan we hopelijk binnenkort doen. We zijn nog bezig met inrichten, dus het is nog niet helemaal klaar. Maar we zijn al zo blij met wat er staat, dat we binnenkort rondleidingen kunnen gaan aanbieden. We beginnen in februari en het is op afspraak, dus je moet je wel aanmelden van tevoren. Ik heb begrepen dat er veel interesse is, dus hou er rekening mee dat het misschien niet meteen lukt. Maar vanaf februari kunnen mensen dus een rondleiding volgen. Tijdens de rondleiding is er vooral Romeins aardewerk te zien en hier wordt ook van alles over verteld. Nou, voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Romeinse tijd en het materiaal is het heel bijzonder om hier te komen kijken. Want er zijn maar weinig plekken waar je zoveel Romeins aardewerk en vooral complete stukken kan zien. Daarnaast is het gebouw ook heel bijzonder. De verbouwing heeft een lange tijd geduurd en is nog steeds niet helemaal klaar. Het heeft best wel wat voet in de aarde om zo'n gebouw weer helemaal in te richten. Het moest natuurlijk helemaal leeg voor de verbouwing en dat gaat niet altijd even snel als we wel zouden willen. Dus we kunnen nu gefaseerd open. En een tussenstap is dus die rondleidingen. En later kunnen we echt volledig open. Maar we zijn dus nog bezig.